Hallo, ik ben Ton Lassing van Beursbox.nl en ik ben vandaag in gesprek met Mark Leenaerts van Neo Finance. En we gaan het hebben over het terugstorten van je geld. Als je in Neo Finance bezig bent geweest, je hebt je winst gemaakt en je wilt iets gaan kopen, je hebt geld nodig. Je wilt dat uit Neo Finance halen. Hoe krijg je dat geld weer terug naar je eigen rekening in Nederland? Mark, zou je daar iets over kunnen vertellen? Ja, Tom, zeker. Daarvoor ga ik eventjes mijn scherm delen, zodat we dat ook kunnen zien in een portefeuille. Ik ben hier beland in mijn eigen account. Daar zie ik mijn eigen IBAN-account staan onder het knopje account. Ja, er zijn eigenlijk verschillende manieren om geld liquide te maken, want dat is natuurlijk de eerste stap voordat we ook geld willen terugstorten naar onszelf, is die account balance hier bovenin, het kassaldo verhogen. Ik heb het zelf zo ingesteld dat ik automatisch al het geld wat binnenkomt herinvesteer. Dus zodra die account balance op 10 euro komt, sluit ik doorgaans altijd direct weer een nieuwe lening af, automatisch. Maar er zijn allerlei redenen te bedenken waarom mensen geld willen oppotten en zorgen dat ze daar maandelijks of eenmalig een keer een groter bedrag op kunnen nemen. En de makkelijkste manier om dat te doen is onder het knopje account. Ziet u staan minimum account balance met een pijltje erbij, een pennetje erbij. En daarbij kan ik het minimum bedrag invullen wat er altijd beschikbaar moet zijn op het account voordat er weer een nieuwe automatische investering gedaan wordt. Die kan ik bijvoorbeeld op 100 euro zetten. Dat betekent dat al het geld boven de 100 euro wat cash aanwezig is, geherinvesteerd wordt. Als ik automatische investeringen heb aanstaan. Tot de 100 euro gebeurt dat niet. Ik kan natuurlijk wel zelf nog steeds geld eraf halen. Maar er gebeurt niets automatisch. Dus dat is de makkelijkste manier. Een andere manier om geld te zorgen dat geld beschikbaar wordt, is het uitzetten of pauzeren van automatische investeringen. Zo even teruggaan naar het hoofdmenu. Onder het knopje Automatic Investment vinden we daar een aantal van mijn automatische investeringen. Zolang die aanstaan en niet volledig het maximum hebben bereikt, blijven die herinvesteren. Als ik geld wil opbouwen, kan ik heel simpel op het pijltje klikken en op Stop This Announcement drukken. Dat betekent eigenlijk pauzeren. Ik kan hem later weer aanzetten. Ik kan hem ook helemaal verwijderen. Dan stopt hij ook uiteraard met investeren. En als ik dan al mijn automatische investeringsprogramma's heb uitgezet, ja, dan bouwt er gewoon geld op en kan ik daar zelf bepalen of ik dat wel of niet ga uitgeven. Oké, ja, want hij bouwt op omdat je natuurlijk rente en aflossing automatisch iedere dag in feite krijgt. Ja. En dat komt dan op je account balance en dan vandaar dat dat dan oploopt. Ja, ja, correct. Nou, heb ik een bepaald bedrag opgebouwd, dan kan ik dat aan mezelf overmaken. Dat is altijd een vaste tegenrekening. Hou daar rekening mee. Onder het knopje withdrawal kan iedereen daar de gegevens vinden. Zijn eigen vaste tegenrekening waar het geld vandaan komt. En dat kan vanaf elk bedrag overgeboekt worden. Wel tegen 29 cent kosten, dus het is niet handig om dat te vaak met een euro te doen. En meestal staat het geld dan ook dezelfde dag of maximaal een dag later weer op de tegenrekening. Ik heb trouwens wel een tip erop. Ik heb nu twee tegenrekeningen. Ik heb vanaf twee rekeningen heb ik geld er naartoe gestuurd. Als het maar op dezelfde tenaamstelling is, dan kan dat. En dan kan je namelijk ook kiezen waar je het op terug wil krijgen. Dus dat is op zich wel handig. Je moet wel opletten, want ik heb ook een keer overgemaakt vanaf een rekening dat van een bank die geen bank was, bleek later. En ja, dan krijg je wel een probleem. Dus je moet wel zorgen dat je rekening waarvan je verstuurt op jouw naam staat en echt van een bank is. Nu met heel veel online mogelijkheden om te kunnen betalen, kan dat wel eens verkeerd gaan. Dat is eventjes een tipje tussendoor. Ja. Er is natuurlijk op een gegeven moment, stel je voor, ik moet een hypotheek afbetalen. En dan weet ik, over 2 jaar moet ik die hypotheek afbetalen. Is daar ook een mogelijkheid om dan te reserveren voor over 2 jaar? Hoe moet ik dat doen? Heb je daar een tip voor? Ja, dat is eigenlijk bij het automatisch investeren ook, of het selecteren van de leningen. Daar kun je de looptijd zelf bepalen. Hou er rekening mee dat er elke maand wordt afgelost, dus de effectieve looptijd is altijd korter. Stel je hebt over 3 jaar 5000 euro nodig en je wilt 10.000 euro op het platform investeren. Dan kun je dus voor een termijn van 6 jaar
dat geld uitzetten, want je weet dat je na 3 jaar de helft dan terug hebt ontvangen. Maar veiliger nog is om gewoon hele korte leningen dan te nemen, zodat je weet dat alles binnen die termijn ook weer afgelost is. Oké, okay, ja, nou helder. Hoe lang duurt een overboeking als ik geld terug wil halen? Het verschilt een beetje per bank, maar het wordt steeds sneller. Ik zie in de meeste gevallen dat komt het vaak nog dezelfde dag binnen. Okay. Zeker als een betaling voor 10 uur 's ochtends wordt gedaan, dan is de kans groot dat het dezelfde dag nog bijgeschreven is. Oké, okay, nou, dus mensen hoeven niet bang te zijn dat hun geld eigenlijk onbereikbaar is als het bij Neo Finance staat. Je kan zelf eigenlijk helemaal bereikbaar maken, helemaal instellen. En het is allemaal zo geregeld. Ja, dat is mijn ervaring ook. Hey, dankjewel. En ik hoop je binnenkort weer te zien. Tot ziens. Ja, graag gedaan.